Hallo beste mensen en welkom bij weer een nieuwe video op Marcus Vlogs. En in deze video gaan we het hebben over mijn sterrenbeeld. Ik ben een ram en ik ga kijken op een website waarzegging.nl of hoe heet het? Waarzegging.nl inderdaad. Liefdeshoroscoop voor elke sterrenbeeld. Of het matcht met de ram. En wat erbij staat. Waarvan waarzeggen.nl denkt, nou, dat past bij de ram en dat niet. Is wel leuk eventjes om te kijken. Ik ga eerst even een slokje van mijn koffie nemen. Even roeren. La 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 la. Zo. Heerlijke koffie. Dus de toekomstige vriend of vriendin. Of vriendin of vriend die ik ga krijgen. Want ik ben bi, dus het kan allebei. Dat hangt een beetje af van de waarzegging.nl. Ik ga eerst beginnen met sterrenbeeld ram. Dat ben ik dus. En met welke sterrenbeeld gaan we als eerste matchen? Met de ram zelf natuurlijk. Oké, voorspel. Even kijken. Wat staat er bij ram en ram? Ik ben heel benieuwd. Oké. Als beide sterrenbeelden ram zijn, dan wordt het een groot feest volgens de liefdeshoroscoop. Oh, echt waar? Beide hebben hoge energieniveaus met een hoog competitie-element. Dit kan geweldig zijn als dingen goed gaan. Jullie zullen de relatie samen naar een hoger niveau tillen. Tegelijkertijd zul je ook vaak in de spiegel kijken, wat best confronterend kan zijn. Geef elkaar tijd en ruimte als de gemoederen wat hoog oplopen. Als jullie dat lukt, kan dit een erg goede relatie worden. Oké, dus ram-ram zou dus een goede match kunnen zijn. Nou, interessant. Gaan we verder naar ram-stier. Voorspel, even kijken. Ram, match, stier. Eens even kijken, wat wordt daarover gezegd? Oké, even laden, ja. Wanneer het sterrenbeeld ram en stier elkaar vinden, is een relatie in een relatie, dan is dit vaak een stabiele liefdesrelatie volgens de liefdeshoroscoop. De stier is enigszins risicomijdend, waar de ram juist de neiging heeft te enthousiast te zijn. Gelukkig heeft de stier een groot gevoel voor sensualiteit, wat de ik blijf liever thuis mentaliteit grotendeels goed maakt voor de ram. Ah, oké. Als de ram zich niet verveeld voelt, kan deze relatie erg geslaagd zijn. Oké, nou interessant. Nou ja. Even kijken. Nou, gaan we verder. Even kijken. Nog even een slokje koffie. Gaan we naar ram tweeling. Voorspel. Oh. Ik zal de link van deze website trouwens in de beschrijving zetten, zodat jullie ook die test zelf kunnen doen. Oké, ram-tweeling. Als je het sterrenbeeld ram en tweeling koppelt, dan zien we een prachtige verbinding ontstaan volgens de liefdeshoroscoop. Beide sterrenbeelden hebben hoge energieniveaus en houden van het leven. De combinatie van dit vuur- en waterelement maakt een geweldige combinatie. Zij zorgen ervoor dat de ander zijn of haar volle potentieel bereikt. Oké. Het lijkt erop dat er niet veel saaie momenten zullen zijn tussen de ram en de tweeling dus. Nou, ook dat klinkt niet verkeerd dus. We gaan door naar ram kreeft. Voorspel. Let me see. Oké, ram kreeft. Combineer het sterrenbeeld ram met de kreeft en je krijgt een interessante mix volgens de liefdeshoroscoop. Aangezien beide sterrenbeelden verschillende eigenschappen inbrengen, zal de uitkomst erg afhankelijk zijn van het gedrag. Waarschijnlijk zal de ram de sensitiviteit van de kreeft erg aantrekkelijk vinden. Als je kan voorkomen dat plotselinge veranderingen van gemoedstoestand en botgedrag aanwezig zijn, dan kan deze relatie hele mooie momenten opleveren. Beide sterrenbeelden zijn erg beschermend richting hun liefdespartner. Oké, de ram en de kreeft. Dus er moet wel de gemoedstoestand moet goed zijn en botgedrag. Ja, ik snap het. Dat moet natuurlijk niet aanwezig zijn. Dan zou het tussen de ram en de kreeft ook nog wat kunnen worden. Eventueel. We gaan verder naar ram en leeuw. Oh jee. Even kijken. Wauw, een gepassioneerde relatie volgens de liefdeshoroscoop. Oh, beide sterrenbeelden zijn vuurelementen met passie als basis. Hoge energieniveaus zorgt voor voldoende actie in deze relatie. Creativiteit is jullie beiden bekend, wat leidt tot mooie verrassingen heen en weer. De uitdaging zal zijn om te bepalen wie wanneer de baas is. Onthoud dat de controle aan de ander geven kan leiden tot hele mooie zaken. Oké, dat is dus de ram en de leeuw.
Oké, dus ja, vu kan botsen, maar het kan ook dus wel matchen. Ram en maagd. Oké, ben benieuwd. Als het sterrenbeeld Ram een relatie aangaat met de maagd, dan valt er veel te ontdekken volgens de liefdeshoroscoop. Deze sterrenbeelden verschillen behoorlijk van elkaar, waardoor het soms zal lijken alsof jullie niet veel gemeen hebben. Indien je voldoende tijd en aandacht besteedt aan je partner, dan zul je veel geweldige eigenschappen in de ander ontdekken. Als jullie bereid zijn om van elkaar te leren, dan tilt dat jullie relatie naar een hoger niveau. Dit vuur- en aarde-element mag een interessante liefdesreis verwachten. Ja, dus maagd en ram. Ik denk in eerste instantie dat het niet zo zal matchen in de liefde. Maar ja, you never know, you never know. Dan gaan we door naar ram en weegschaal. Voorspellen. Oké, even kijken. Ram en weegschaal. Tegenovergestelde sterrenbeelden. Dit betekent dat er twee mogelijkheden zijn. Strijden of aanvullen. Polariteit staat centraal in deze relatie volgens de liefdeshoroscoop. Een voordeel is dat alle tegenovergestelde sterrenbeelden grote seksuele aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen. Oké. Daarnaast is het zo dat als het goed gaat, het ook gelijk heel goed gaat. Maar als het slecht gaat, dan... deze relatie heeft grote intenties. Zorg dat jullie beiden hier ook voor inspannen, aangezien deze sterrenbeelden niet bekend staan voor hun doorzettingsvermogen. Oké, dus waarschijnlijk een weegschaal en een ram. Dat zal ook niet zo matchen, denk ik. We gaan verder met ram en schorpioen. Yes, voorspel. Even kijken, ram en schorpioen. Als het ramsterrenbeeld de schorpioen ontmoet, dan zal de relatie gevuld zijn met actie volgens de liefdeshoroscoop. Deze relatie staat garant voor een goede dosis passie. Beide sterrenbeelden geloven dat alles mogelijk is. Deze houding nemen ze beide mee in hun liefdesrelatie. Waak ervoor dat jullie niet verstrikt raken in pittige discussies. Focus op loyaliteit naar elkaar toe, aangezien dit voor beide belangrijk is. Oké, nou, de schorpioen en de ram kunnen ook best wel een match zijn als ik het zo hoor. Vol met passie. We gaan door naar ram en boogschutter. Voorspel! Boogschutter en ram. Mogelijk een mate match in heaven. Breng het sterrenbeeld ram samen met de boogschutter en je ziet twee partners met veel overeenkomsten volgens de liefdeshoroscoop. Zij verbinden zich op een niveau, op een diep niveau en zullen elkaar vaak echt begrijpen. Het is waarschijnlijk dat jullie veel gemeenschappelijke interesses delen, bijvoorbeeld op het gebied van sport of andere actieve activiteiten. Jullie zullen bevrijdend werken voor elkaar. Oké, dus de ram en de boogschutter. Zou ook nog een match kunnen zijn. Bijna alles kan een match zijn. Maar de een net iets meer dan de ander, merk ik zo. Ram en steenbok. Oké, voorspel. Oké, steenbok en ram. Als het ram sterrenbeeld de steenbok ontmoet, dan kan het zijn dat het lijkt alsof de ander soms Chinees spreekt volgens de liefdeshoroscoop. Oké. Neem de tijd om goed naar elkaar te luisteren. Zodra jullie dit doen, dan zien jullie wat voor prachtige voordelen deze relatie te bieden heeft. Samen kunnen jullie prachtige dingen bereiken. De ram zal de impulsievere van de twee zijn, waar de steenbok meer van een afstandje zal observeren. Oké, we gaan verder. Ram en waterman. Ram en waterman. Breng het ramsterrenbeeld samen met de waterman en je krijgt een creatieve liefdesrelatie. Zij kunnen competitief zijn en elkaar uitdagen om uitdagende doelen te bereiken volgens de liefdeshoroscoop. Veel wederzijds respect is mogelijk in deze combinatie omdat ze elkaar zullen bewonderen. Geef elkaar het nodige vertrouwen om zo een enorme vrijheid te ervaren voor deze relatie. Oké. Interessant, interessant. En dan als laatste ram en vissen. Voorspel. Deze sterrenbeelden tezamen vormen een interessante mix volgens de liefdeshoroscoop. De ram is enigszins autoritair, waar vissen meer gericht is op de innerlijke ziel. Als de ram zijn of haar affectie voor de ander voldoende toont, dan kan deze relatie goed werken. Oké, nou, dit waren alle sterrenbeelden. Alle die matchen met de ram. En ja, ik ben benieuwd of jullie kunnen deze test dus ook zelf gaan doen. Waarzegging.nl/liefdeshoroscoop. Maar ik zal hem delen in de beschrijving. Kunnen jullie zelf ook testen met welke sterrenbeeld jullie eventueel zouden kunnen matchen. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Ciao, bye, doei, doei.